Na de capitulatie in 1940 werden Nederlandse militairen krijgsgevangen genomen en later weer naar huis gestuurd. Op 29 april 1943 maakten de Duitsers bekend dat alle beroeps- en dienstplichtige militairen van het Nederlandse leger in krijgsgevangenschap moesten. Velen hebben zich gemeld, velen doken onder. Ook de militairen van het 2e regiment infanterie Nijmegen uit de Kraaienhofkazerne. Om te ontkomen aan de tewerkstelling in Duitsland doken ze onder in Twente en de Achterhoek. De onderlinge contacten werden geleidelijk weer hersteld en leidden tot de oprichting van de landelijke knokploegen, waaronder de KP Aalten. De leden waren actief met het verzet plegen, onder andere door middel van sabotage van Duitse netwerken, bijvoorbeeld treinverbindingen en telefoonkabels. De KP Aalten was een verzetsorganisatie voor hulp aan onderduikers. De onderduikers die geholpen werden hadden dringend behoefte aan allerlei voorzieningen, zoals persoonsbewijzen en bonkaarten. De KP Aalten schakelde ook onfrisse elementen uit, met name diegenen die hun verzetsdaden in de weg stonden. Hoofdpersonen in het drama van Doesburg waren de KP-leden Cornelis Ruizendaal, verzetsnaam Zwarte Kees, was een Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1942 werd hij overgeplaatst naar de politie in Aalten en sloot zich aan bij het verzet. Hij verrichtte allerlei activiteiten ten behoeve van de illegaliteit. Al snel was hij genoodzaakt zelf onder te duiken. In 1943 werd hij leider van de KP Aalten. Gerrit Wiegert Kleijsen. Zijn verzetsnaam was Gijs. Hij diende in de meidagen van 1940 als sergeant in het Nederlandse leger. Nadat de SD hem in het voorjaar van 1943 op het spoor was gekomen, dook hij onder in Aalten. Als KP'er hield hij zich onder andere bezig met het vervalsen van persoonsbewijzen. Ook nam hij deel aan overvallen op distributiekantoren. Jan Ket. Zijn verzetsnaam was Zwarte Jan. Was een bevlogen KP'er en deed in opdracht van Zwarte Kees mee aan vele verzetsactiviteiten. Gerrit de Vries, bekend onder zijn verzetsnaam Veitse, was een vooraanstaand lid van de Aaltense verzetsbeweging. Hij nam deel aan overvallen op distributiekantoren en pleegde vele andere verzetsdaden. Willy Marcus was een verrader in het Achterhoeksverzet en zeer gevaarlijk. Hij werd opgepakt door de SD, waarschijnlijk voor heling. Hij kon kiezen: een zware straf of samenwerken. Hij besloot samen te werken en kreeg de opdracht in het Achterhoekse verzet te infiltreren. Philippus Gastelaars dreef in Doesburg een drooghisterij. Het was een prima zakenman die in en ver buiten Doesburg een hoog aanzien had. Nooit was hem iets te veel. Waar hulp nodig was, kon altijd een beroep op Gastelaars gedaan worden. Hij heeft aan vele ziekbedden gestaan en goede raad en troost gebracht. Hij werd ook wel dokter Gastelaars genoemd. Zwarte Kees is mijn opa. Is een heftige man. Staat voor, kan niet tegen onrecht, houdt van een strakke militaire inslag heeft hij wel. Hij is ongelooflijk stoer. Hij heeft ook wel een zucht naar avontuur. En vooral het onrecht zit hem heel erg dwars. En toen is het idee ontstaan, we moeten ook een knokploeg hebben. En toen stond mijn opa vooraan. Wapens waren een onmisbaar onderdeel voor de activiteiten van het Achterhoeksverzet. Verrader Willy Marcus vertelde dat hij aan wapens kon komen van de Witte Brigade uit België. De wapens zouden via Brabant worden gebracht naar Reden, Gelderland, waar ze bij een café moesten worden opgehaald. Zwarte Kees bood aan om deze wapens namens de KP Aalten op te halen. De leden van zijn KP waren niet enthousiast. Ze hadden zelf geen wapens nodig. Met name Gerrit Wiegert Kleijsen had ernstige bezwaren. Ja, nou wat ik daarvan weet is dat
Degene die het ergste tegen was, was eigenlijk mijn vader. Mijn vader die was af en toe vertegenwoordiger van de knokploeg in Aalten bij het landelijk overleg. En een paar weken daarvoor was hij dus in het overleg door Bob gewaarschuwd dat hij moest uitkijken bij wapentransport uit België. En Marcus had dus een verhaal verteld over wapentransport wat uit België zou komen. En hij heeft het dus tijdens overleg ernstig ontraden om die wapens te gaan ophalen. Omdat Zwarte Kees anders alleen zou gaan, hebben ze als groep besloten het toch door te laten gaan. Willy Marcus stelde voor dat het ophalen van de wapens op donderdag 20 april 1944 zou plaatsvinden. Op de verjaardag van Adolf Hitler. Marcus regelde een auto van de Organisation Tod, OT, de bouwonderneming van de Duitsers. Ironisch genoeg met het V-symbool erop, om ongehinderd elke Duitse post te passeren. Marcus wilde om 10 uur vertrekken bij de boerderij van Jan Walter Bos in de buurt van Marienvelde. De 4 KP'ers hielden zich niet aan de tijd. Om 11 uur kwamen ze op de afgesproken plaats. Marcus was hierover niet te spreken en wilde direct vertrekken. De mannen, gekleed in blauwe overals, namen plaats in de wagen en zagen al snel dat er geronnen bloed op de laadvloer lag. Ze vroegen aan de chauffeur, Ferdinand Landman, wat dat was. Ik heb gisteren vlees vervoerd en afgestrooid met meel, zei hij in het Duits. Toen vertrouwden ze het helemaal niet meer en vroegen zich af, hoe komen we uit deze wagen? Ze bedachten een smoes dat ze in Doesburg nog een kort overleg moesten hebben met hun dienstgeleider. Marcus vond dat onzin. Hij wilde eigenlijk gelijk doorrijden naar Reden. Na aandringen van de 4 mannen stopte de wagen in Doesburg. De mannen zijn in Doesburg aangekomen en doorgelopen naar een plantsoen waar ze overleg hadden. 2 mannen zouden voor verkenning naar het café in Reden gaan waar de dropping zou plaatsvinden. De wapendropping zou plaatsvinden. En nu moesten ze op zoek gaan naar fietsen. De mannen hadden afgesproken dat Gerrit de Vries zou naar Gastelas gaan, hun contactpersoon in Doesburg, om te kijken of ze daar fietsen konden krijgen en of het mogelijk was om zijn telefoon te gebruiken. Gerrit de Vries die komt door de Koepelstraat aanlopen en gaat bij het drogisterij Gastelas naar binnen. Gerrit de Vries vroeg aan Gastelas of hij of iemand anders voor hun naar Reden kon fietsen om te zien of het bij het café veilig was. Gastelaars zei dat hij niet uit de winkel weg kon. Mogen wij de telefoon gebruiken om te bellen vanuit Reden? En kunnen we fietsen lenen? Gastelaars die verwijst voor de telefoon, verwijst hij door naar dokter Pietersen. En voor de fietsen, die heeft hij niet, verwijst hij door naar 2 fietsenmakers in de stad. Gerrit de Vries die komt teleurgesteld bij Gastelaars vandaan. Hij loopt terug naar het plantsoen. En daar gaan ze bekijken van wat ze zullen doen. Zullen we het afgelasten of moeten doorgaan? Hij ziet dat Jan Ket, die heeft inmiddels 2 fietsen geregeld. En Jan Ket is de voorstander van om het door te laten gaan. En de andere mannen hebben daarin toegestemd. In het plantsoen wordt de afspraak gemaakt dat Jan Ket samen met Gerrit de Vries naar Reden gaat, naar het café waar de wapendropping zou plaatsvinden om te kijken of het veilig is. Met de afspraak dat ze binnen een uur zouden bellen naar dokter Pietersen of de zaak veilig was en dan konden de 2 andere mannen op de fiets nakomen. Jan Ket en Gerrit de Vries waren op de fiets uit Doesburg vertrokken over de Schipbrug. En hier bij de Ellekomse draai zagen ze een auto, een Duitse auto in de berm staan. En toen kregen ze argwaan. Ze werden aangehouden, ze moesten stoppen. Willy Marcus sprong achter de auto vandaan en die zei, ja dat zijn ze. Gelijktijdig sprongen er 20 soldaten achter de auto vandaan en ze werden gearresteerd en onder het deksel gegooid. Kees Ruizendaal en Gerrit Kleijsen die zijn in het plantsoen achtergebleven. En omdat ze geen fietsen hebben, gaan ze terug naar Gastelaars. Ze gaan naar Gastelaars terug om een schouwplaats te zoeken. Gastelaars, ze gaan hier bij de Koepelstraat naar binnen. En Gastelaars zegt, ja, ik heb geen schouwplaats, dus ik kan jullie niet helpen.
Als je een schuilplaats wil hebben, dan ga je naar dokter Pietersen. Die zit hier achter in de Bijtelstraat en die heeft telefoon. De beide mannen komen bij Gastelaars achter de deur uit en lopen door de Bijtelstraat naar het huis van dokter Pietersen. Het dienstmeisje doet open en zegt, ja, de dokter is niet thuis. Ga maar even in de wachtkamer zitten, hij zal zo wel komen. Maar dat duurt de mannen te lang. En ze gaan weer naar buiten. En ze lopen door de Koepoortstraat, lopen ze naar buiten en gaan naar Gastelaars toe. Op dat moment zien ze de SD in de straat. Die komen Doesburg binnen. Ze schrikken ervan. Ze zetten het op een rennen en stormen bij Gastelaars de winkel binnen. De naam van drogist Gastelaars was bekend bij de KP Aalten. Dat kwam door Cor van Noot, een stagiair uit de jaren 30. In 1944 had van Noot een drogisterij in Aalten en onderhield contacten met de KP Aalten. Hij noemde Gastelaars als een vertrouwd contactpersoon in Doesburg. Gastelaars zat niet in het verzet, maar mensen in nood bood hij altijd hulp. De knokploeg had twee erecodes. De eerste was: onschuldige burgers mochten nooit het slachtoffer worden van hun verzetshandelingen. En de tweede: iedere man heeft als persoonlijk wapen zijn pistool. Bewaar de laatste kogel altijd voor jezelf, om je kameraden niet te hoeven verraden. Tante Co Oranje was winkelmeisje in de drogisterij van Gastelaars. Eerder vertelde zij haar verhaal. Ik stond bij die ene toonbank en toen kwamen die twee jongens, die kwamen binnen. Keek ik naar buiten en toen zag ik Duitse soldaten met geweer in de aanslag die Koepoortstraat inkomen. Dus ik vloog naar de gang en toen ging die deur van de gang open en daar stonden twee Duitsers ook. Gastelaars wilde beide mannen naar het politiebureau brengen. Plotseling vloog de achterdeur naar de Bijtelstraat open en werd er naar binnen geschoten. De kogels vlogen in het rond en raakten de muur en de deurposten. De ene vloog de trap op en die vloog de volgende trap op. En die wurmde zich door het zolderraampje. Gerrit Kleijsen zocht in paniek een plekje om zich te verstoppen. Hij zag in het keukentje op de begane grond een zuurkast. Hij kroop bovenop de flessen en lag in een zeer ongemakkelijke houding. Een zwarte Kees klom door een dakraam op het dak van Gastelaars. Hij zag aan de overkant van de Koepoortstraat Duitsers op het platte dak van het Sint-Elisabeth-gesticht. Hij opende het vuur en verraadde daarmee zijn positie. In paniek klom hij over het dak van Gastelaars en buurman Berendonk. Vanuit de dakgoot sprong hij op het binnenplaatsje. Met een harde klap kwam hij op de grond terecht. De heer en mevrouw Berendonk zaten met schilder Hendrik Gieling in de keuken thee te drinken. Ze schrokken hevig en gingen naar buiten. Daar stond zwarte Kees die hulp vroeg om hem te verstoppen. Nou, vader die is hier dus die bewuste dag heeft hij bij familie Berendonk heeft hij dus de kelder gewit. En hij heeft dus op een gegeven moment heeft hij dus een flinke klap gehoord. De tijd dat hij dus met de familie Berendonk koffie heeft gedronken op dat bewuste tijdstip. En door die klap is hij dus in deze deur die op dezelfde plaats nog ongeveer zat zoals het toen was. Is hij uit die deur gekomen en heeft hij dus zwarte Kees. Heel angstig heeft hij dus... Ja, Gieling, die heeft nog geprobeerd om op de muur, want dat is een klap geweest van, ja, hoe hoog is het hier? Ongeveer een meter of 6-7 is het zeker geweest. En vader die vertelde dan aan mij, had alleen nog even twee korreltjes bloed onder de neus gehad door de klap. Antoon Berendonk stond voor een moeilijke keus om zwarte Kees in zijn woning een schuilplaats te geven. Van beroep was hij voedselcommissaris in de graanhandel. Door een ondergronds netwerk zorgde hij dat extra voedselvoorraden werden aangelegd. De bakkers bakten hiervan extra brood voor de inwoners en onderduikers in de stad. Berendonk was ook geen verzetsman. Samen met Gastelaars leverden zij hun verzetsbijdrage in de schaduw van de illegaliteit.
in het kleine hok. Daar heeft hij hem dus verstopt. Hij is naar de kelder gegaan waar hij die gewit had. En daar heeft hij dus twee aardappelzakken. Heeft hij nog Zwarte Kees is in dat kleine hok gekropen. En vader die heeft dus met die twee aardappelzakken nog getracht om, nou ja, om in ieder geval zoveel mogelijk bescherming te geven. Maar daar hebben die moffen zich niks van aangetrokken. Ik bedoel, die zijn de binnenplaats door die deur die daar zat naar die binnenplaats toe. Die hoorden die op de deur bonken met de kolven, zoals vader het mij vertelde. En vader is naar binnen gegaan en die heeft dus gevraagd of dat hij aan de voorkant dat of dat hij in ieder geval alsjeblieft naar huis mocht. En daar hebben ze hem toestemming voor gegeven. En een van die Duitsers is dus meegelopen naar de voorkant aan de Koepoestraat. En daar hebben ze vader dus toestemming gegeven dat hij om het blok heen mocht lopen naar de gastelaars terug. Om naar zijn gezin te gaan, die natuurlijk ook in angst zaten te wachten. Met alle hilariteit die in de straat dus plaatsvond. Alles was afgezet. De poort naar de Beitelstraat en de achterdeur van de woning van Berendonck waren op slot gedaan. De rust op het binnenplaatsje leek teruggekeerd. Dat was van korte duur. De poort van de binnenplaats werd geforceerd. Twee Duitsers liepen het binnenplaatsje op. Ze zagen in eerste instantie niets. Plotseling een schot, in of vanuit het konijnenhok. De Duitsers schrokken en direct volgde een vuursalvo. Wat ik me nog heel goed kan herinneren, dat dus waar nu dus die twee banken staan, dat in het midden daarvan vader met zijn emmertje met wit kalk en zijn wit kwast, dat hij daar, ja, er stonden drommen van mensen, want alles was dus afgezet hier. En vader mocht dan lange lessen, mocht hij dan hier naar binnen en dat hij dat raam openschoof en ik ben naar hem toe gelopen en ik heb dus gezien wat hij zag en ik hoor hem nog woordelijk zeggen, vuile rotmoffen. Hij was ontzettend overstuur van het gebeuren. Hij heeft natuurlijk gehoord dat ze de mitrailleur leeggeschoten hebben in dat kleine hok op Zwarte Kees. En uit het raam kijkende, wat ik ook gezien heb, dat in het putje daar dat bloed, dat stroomde over de straat heen. En dat zijn beelden, dat vergeet je natuurlijk niet. Ik heb vader weinig zien huilen in mijn leven, maar toen heb ik hem zien brullen als een kind. Ik was op weg naar huis, ik liep daar net voor de waag en achter mij werd alles afgesloten. Ik moest als een speer naar huis toe, dat is nog richting Koepelstraat, dus 38. En nou, daar was ik dus mee bezig om dat te gaan doen. Alles stond vol met Duitsers en de gewone mensen, zeg maar, die er niks te maken hadden, die moesten allemaal weg. Dus ik moest als een speer naar huis. Dat was een schuifraam, het kon dus omhoog. En van daaruit, ja, halfweg zo, keken we dan zo hier de straat helemaal in. En dan kon je dan gastelaars zien staan. En met de handen omhoog, dat beeld, bleef hij zo staan. En dan, ja, totdat hij meegenomen werd. Ik kwam uit school en ik liep naar huis toe. Ik woon in de Koepelstraat. Kom hier de hoek om en kijk in de loop van een Duitse mitrailleur. En ik schrik en ik ga dus snel naar huis en heb gebeld om erin te gaan komen mogen. En toen hebben we voor de ramen gestaan, want er gebeurde hier iets voor ons gezicht. Daar zagen we dus gastelaars en nog een ander in de auto stappen. En die auto reed weg. En toen heeft onze vader ons direct van de ramen weggehaald. Want de Duitsers konden ook in huis hier kijken. En dat wilde hij niet. Iedereen die moest weten hoe dat dan allemaal in elkaar zat. En toen pas kregen wij door dat het echt geen flauwekul was. Dat die man was doodgeschoten, doorzeefd hoorden wij. En het bloedje, omdat hij een beetje schuin afloopt, dat ging dat hier de put in. Nou, dat was voor ons wel heftig.
We staan hier op het binnenplaatsje van Berendonk. Op deze plek stond het konijnenhok, waarin Zwarte Kees is doodgeschoten. Dit konijnenhok hebben ze opgepakt. En hier in de Bijtelstraat stond een vrachtwagentje en daar is Zwarte Kees opgezet. Het was 20 april 1944 dat ik hier als jongen van 11 jaar stond. En dat ik daar aan de overkant bij Tantes van der Wal Duitsers bezig zag om een konijnenhok achter in de auto te gooien. Het bleken later mensen van de Veldjedarmerie te zijn. De auto met gastelaars vertrok uit Doesburg naar de SS-Schule Averkoer te Ellekom. Onderweg zag neef Piet Dobbenberg zijn oom Flip gastelaars voorbij komen. Nou, dat was een duidelijk plaatje. Kun je je voorstellen, die uniformen van die moffen en die grote helmen op de kop. En dan een smalle kopje van oom Flip. Nou ja, dat zat ook niet zonder. Maar die zat er dan tussenin. Dat is zo'n duidelijk plaatje. Dit kwam als een bom kwam erover. Ik ben direct teruggekeerd naar dieren. Want ik denk, dat moet ik mijn vader vertellen, want dit is verschrikkelijk. De auto met gastelaars stopte bij de Ellekomse draai. Jan Ket en Gerrit de Vries werden hardhandig bij gastelaars in de auto gesmeten en naar Averhoor gebracht. Daar werden de mannen opgesloten in de leslokalen van de Germaanse Waffen-SS. Twee verzetsmannen, Gerrit van den Bogert, oom Gert en Dick Verwij, die in Zutphen waren opgepakt, stonden er al. Vele Achterhoekse bekenden uit het verzet volgden. Inmiddels waren de Duitsers naarstig op zoek naar de tweede terrorist. In en rond het pand van gastelaars werden de straten en daken afgezocht. De drogisterij werd overhoop gehaald. In de zuurkast werd het voor Gerrit Kleijsen wel erg ongemakkelijk. En op een gegeven moment, hij moet waarschijnlijk gehoord hebben dat er geschoten is. En hij hoort ook weer Duitsers bij gastelaars binnenkomen. En was op dat moment eigenlijk bang dat hij ontdekt zou worden. En toen dacht hij ineens bij zichzelf dat hij ook nog een persoonsbewijs bij zich heeft op zijn eigen naam. En dat wilde hij eigenlijk niet dat de Duitsers dat zouden ontdekken. En hij probeert dat met één hand uit zijn binnenzak te halen om dat te verstoppen in die kast. En hij vindt het persoonsbewijs en verstopt dat in de kast. Maar hij heeft inmiddels zo lang in die kast gezeten dat hij moet eigenlijk gaan verzitten. En probeert zijn één been op de vloer te zetten. En doordat hij dat doet, steunt hij tegen flessen aan. En dat maakt geen rinkel. Dat hoort weer een Nederlander die in de gang staat bij gastelaars. Die stormt de kamer binnen en ontdekt mijn vader in die kast. Doet de kast open en sleurt mijn vader eruit. Zo is hij eigenlijk ontdekt. Kleijsen werd gearresteerd en afgevoerd naar Averhoor samen met dode Zwarte Kees in het konijnenhok. Zwarte Kees werd met konijnenhok en al triomfantelijk het lokaal binnengebracht en tussen zijn mannen geplaatst. Die beraamden inmiddels een ontvluchtingspoging. De bewakers overvallen of door de ramen springen. Gerrit Wiegert Kleijsen raadde dit af. Voor verhoor bij de SD werden de verzetslieden in de nacht van 20 op 21 april naar Arnhem overgebracht. Ze werden hardhandig van lokaal tot lokaal en van de ene hoek naar de andere geslagen, naar de twee gereedstaande vrachtwagens. Uit het verslag van het NIOT 1947 blijkt dat Dick Verwij gastelaars hoorde zeggen: "Als je weer slaat, dan sla ik terug." Meteen daarna hoorden we geschreeuw en moffengebrul en werd er geschoten. Met de dreigende invasie van de geallieerden had Hitler het bevel uitgevaardigd dat de rechtspraak jegens illegalen overbodig werd verklaard. Die moesten maar meteen niedergemacht werden. De SD en SS werden in dat opzicht oppermachtig en genadeloze uitvoerders. Elke vorm van verzet, hoe gering ook, werd met kille moordenaarshand gesmoord. Het uiten van deze bedreiging is gastelaars vermoedelijk fataal geworden. De verklaring auf der Flucht erschossen was een gevleugelde Duitse uitspraak die werd altijd gebruikt om een oorlogsmisdaad te verbergen.
Terug op Avegoor werden de mannen de volgende morgen rond 11 uur op transport gesteld naar kamp Vught. Op spectaculaire wijze wist eerst Jan Ket en later Gerrit de Vries uit de rijdende vrachtwagen te ontsnappen door te springen. Jan Ket verwachtte een vuursalvo, maar dat bleef uit. Jan Ket keerde terug in het Achterhoeks verzet. Beiden hebben de oorlog overleefd. Het stoffelijk overschot van Philippus Gastelaars is overgedragen aan zijn familie. In het bijzijn van Duitse soldaten en predikant Jansen is hij begraven op de begraafplaats Heiderust in Reden. Dit laatste om onrust in Doesburg te voorkomen, daar Gastelaars een geliefd persoon was. Ter herinnering aan het boven- en ondergrondverzet van de heer Philippus Gastelaars, drogist te Doesburg, heeft de gemeente Doesburg bij haar brief van 21 augustus 1945 gemeend zijn naam te moeten verbinden aan de historie van de stad Doesburg door de Bijtelstraat te hernoemen in de Philippus Gastelaarsstraat. Het lichaam van Cornelis Ruizendaal is overgebracht naar de Marechaussee-kazerne in Dieren. Het stoffelijk overschot moest geïdentificeerd worden. De vrouw van Zwarte Kees, Sjaan Ruizendaal, moest hiervoor naar Dieren komen. Wat ik daarvan weet is dat mijn oma inderdaad al een heel angstig voorgevoel had en dat hij ook niets van zich liet horen. Hij had wel verteld dat hij iets gevaarlijks zou gaan doen. Zij heeft die dag, 20 april, niets gehoord. De dag daarna kreeg ze bericht dat er ergens doden waren gevallen en dat waarschijnlijk Zwarte Kees daarbij zou zitten. En dat zij mee moest om hem te identificeren. En mijn oma was zeer angstig en vond het afschuwelijk om dat te doen. Heeft mijn vader gewoon meegenomen die een jaar of 12, 13 was. En gelukkig was er een juffrouw van de school in het dorp die een auto mocht lenen van een garagebedrijf. En zij zijn gezamenlijk naar Dieren gegaan. Daar zijn de juffrouw, ik geloof dat ze juffrouw van Zonderen. Juffrouw Zonderen, ja. Ja, juffrouw van Zonderen heette. Daar is zij samen met mijn oma naar binnen gegaan. En zij hebben hem beide geïdentificeerd. Cornelis Ruizendaal is na de oorlog met militaire eer begraven op Kerkhof Berkenhoven in Aalten. Op 12 juni 2012 is mede door zijn oudste zoon Paul een gedenkzuil onthuld. Postuum kreeg Cornelis Ruizendaal een oorkonde van president Eisenhower voor zijn verdiensten in het verzet. Gerrit Wiegert Kleijsen werd op 2 juni 1944 ter dood veroordeeld. Op 6 juni 1944 is hij samen met andere verzetstrijders uit de Achterhoek gefusilleerd in de duinen bij Bloemendaal. Gerrit is herbegraven op het militaire ereveld te Overveen. De veroorzaker van alle ellende, verrader Willy Marcus, werd uiteindelijk in 1951 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. Na aftrek van voorarrest kwam hij in 1956 vervroegd vrij. Na zijn vrijlating woonde hij in Tiel. Er werd een poging gedaan om hem alsnog te pakken te nemen. Gezien het feit dat hij zijn straf had ondergaan en de rechtsstaat weer functioneerde, werd een liquidatie afgeraden. Dat zou moord zijn. De dramatische gebeurtenissen in Doesburg hebben hun sporen nagelaten bij de families Gastelaars, Ruizendaal en Kleijsen. Door dit laffe verraad hebben zij hun dierbaren verloren. Mevrouw Gastelaars heeft het verlies van haar man, Philippus Gastelaars, als een zeer zware last gedragen. Mijn oma was altijd ziek. En ik denk dat dat deels veroorzaakt is door het overlijden van mijn grootvader. Ik herinner mijn oma niets anders dan in bed. Maar ze praten er nooit over. Absoluut nooit. Dus dat vermeed ze ook. En als jong kind ging ik bij haar logeren. Maar dan vraag je daar niet naar, want ja, dat is allemaal buiten je belevingswereld. Ik bezocht mijn grootmoeder elke dag aan het Sint-Elisabeths-gesticht aan de overkant. En ik heb toen aan haar gevraagd wat er nou eigenlijk precies gebeurd was op die dag. En
dat ben ik nooit vergeten, want het was angstig omdat ze begon te vertellen. En als het ware, voor mijn gevoel was ze er weer op dat moment, in die dag, in 15 jaar geleden. Ze, al haar angsten en haar gezichtsuitdrukking, dat toonde dat. Dat was heel indrukwekkend. Philippus Gastelaars gaf zijn vrouw Grada elk jaar een bosje freesia's ter herinnering aan hun trouwdag op 15 april. Het laatste bosje verdroogde freesia's leeft voort als een stille getuige met een groeiende symbolische waarde voor de familie Gastelaars. En mijn tante Marg, het oudste kind, die ging het huis schoonmaken. En wat ze vond, ik vermoed dat zij het gevonden heeft, was een bosje verdroogde freesia's die mijn grootvader een paar dagen daarvoor aan mijn grootmoeder had gegeven. Iemand heeft die freesia's bij elkaar gebonden en die heeft ze in een album geplakt met een briefje erbij. Mijn vader had altijd freesia's op zijn bureau staan. Ik weet niet waarom, maar hij had altijd freesia's. Hij heeft daar nooit iets over verteld. Nu dit allemaal speelt, hoor ik van mijn neef Rob dat ook zijn vader altijd een bosje freesia's had staan op zijn bureau. En toen vond ik dit. En toen dacht ik, er zit meer achter die freesia's dan wij vermoeden. Ik schreef dit aan mijn neef in Australië en die zei, mijn moeder had ook altijd freesia's. En wat ik heel bijzonder vond is dat ik in een album van haar eens één gedroogde freesia zag. En toen ik daarnaar vroeg waarom ze dat had, toen zei ze, dat hoef jij niet te weten, daar ben je nog te jong voor me. Het herinnert me aan iets heel verdrietigs.